De plannen voor een dorpshuis in de kerk van Bredeweg zijn afgekeurd door het college. Maar de oppositie gaat daar niet mee akkoord. Nou, die motie die zegt, alsjeblieft burgemeester en wethouders, steun het initiatief van het burgerinitiatief in Bredeweg. En verder in het nieuws vandaag, gebrek aan opslagruimte brengt mogelijke terugkomst Goffertreintje in gevaar. En de provincie dreigt met preventief toezicht voor gemeente Beuningen. Wordt de kerk Bredeweg nou wel of niet een dorpshuis? Dat is de vraag waar de Bergendalse politiek zich nu over buigt. De plannen voor een dorpshuis liggen er al langer, maar werden onlangs van tafel geveegd door de gemeente. Ze zouden namelijk te onduidelijk zijn. De oppositie is het daar niet mee eens en dient daarom een motie in. De gemeente is positief over het initiatief om van de kerk een dorpshuis te maken. De plannen hiervoor waren alleen te onduidelijk en financieel te moeilijk, waardoor het initiatief is afgewezen. Dat is een heel mooi initiatief. Alleen de aanvraag die wij binnenkregen, die gaf ons zoveel onduidelijkheden. Was eigenlijk financieel heel lastig voor ons om te doorgronden van welk risico loopt de gemeente. Hoeveel geld moet hier straks naar de kerk toe? Ondanks het feit dat we het een heel goed initiatief vinden. Daarom hebben we gezegd, onder andere daarom adviseren wij om niet hierin mee te werken. D66 heeft een motie ingediend tegen het besluit van de gemeente. De woordvoerder van Samen in Bredeweg, Jos Perenboom, vertelt ons hier meer over. We hopen natuurlijk dat de motie wordt aangenomen. En daar is wel alle reden voor, want het aantal partijen wat de motie samen indient is zo groot dat er wel een meerderheid voor zal zijn. Wethouder Erik Weijers verwacht dat de motie aangenomen wordt. Wel moet er dan gekeken worden naar een goed plan voor de verbouwing van de kerk. Als de motie wordt aangenomen, dat eerste deel kan ik beantwoorden, want dan is de gemeente aan zet om een hypothecaire lening te verstrekken aan een burgerinitiatief. En ja, daarna gaan we samen met het burgerinitiatief kijken van oké, wat moet er allemaal gebeuren, hoe komen we aan de middelen en hoe kunnen we het samen een plan maken. Mocht de motie aangenomen worden, kan de verbouwing beginnen. Morgen vindt het overleg over de motie plaats en wordt er dus meer bekend. Ja, dan komen er een paar jaar hard werken voor onze werkgroep aan de orde. Want dan moeten contacten gelegd worden met architect. Moeten er onderzoeken gedaan worden. Moeten we zorgen dat onze stichting echt gaat werken. We hebben een stichting opgericht, Stichting Gemeenschapscentrum Bredeweg. En die stichting zal uiteindelijk te koop moeten doen. Nou, de eerste hobbel is nog, misschien krijgen we nu het geld van de gemeente, maar de parochie moet nog wel onze bod accepteren. Het Goffertreintje rijdt al een hele tijd niet meer, maar nog steeds zet een stichting zich in om het treintje ooit weer terug te laten komen. De rails en het treintje liggen op twee aparte locaties opgeslagen, maar de rails moeten daar deze week nog weg. Iets wat indirect ook de mogelijke terugkomst van het treintje in gevaar brengt. Zonder opslagplaats voor de rails van het Goffertreintje moeten de rails weggegooid worden. En dat is zonde, vindt Gerry van Kampen, fractielid bij Stadspartij Nijmegen. De partij doet een oproep in de hoop zo snel mogelijk een nieuwe opslagplaats te vinden. De plek waar het nu ligt, bij het werkbedrijf, daar moet het weg, omdat het pand verkocht is en er komt een nieuwe eigenaar voor. En die heeft een andere bestemming voor het pand en die heeft daar dus geen ruimte meer voor. Dus we zijn heel erg op zoek naar een ander plekje. En er zit enige haast achter, want de rails moeten al snel weg. Vrijdag? Ja, het moet eind deze week moet het weg zijn. Dus ik weet niet waar ik het neer moet leggen. Binnen of buiten, de plek maakt niet veel uit, zolang de rails maar veilig liggen. En dat is nog een flinke klus, want de rails zijn 12 bij 8 meter. Dus het is nogal wat. Het is wel, je moet wel ergens een grote achtertuin hebben, wil je dat kwijt kunnen. Als het maar ergens kan liggen, waar het voorlopig zeg maar, kan blijven liggen. Weggooien is zonde. En zoals het er nu voor staat, gaat het wel gebeuren en gaat het weggegooid worden. En dat zou ik echt verschrikkelijk vinden. Dat zou niet gelijk het einde van het Goffertreintje betekenen. Maar het maakt het plan om het treintje terug te brengen wel een stuk moeilijker. Nee, dat hoeft natuurlijk niet het einde te betekenen van het stoomtreintje, maar dat betekent wel gewoon extra kosten. Want dan moet je dus, als je straks het treintje wil laten rijden, moet je dus een nieuwe rails laten maken. En dat zou echt zonde zijn. Stichting Stoomgroep De Goffert zet zich nog steeds in op de terugkeer van het Goffertreintje.
Maar het is nog onduidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Ja, de plannen om het treintje terug te laten komen, die zijn er nog steeds. En daar moeten we ook gewoon, wat mij betreft, heel erg mee doorgaan. Maar het heeft allemaal tijd nodig omdat dingen vertraagd worden met de bouw van het stadion en de bouw van een theehuis wat gaat komen. Dus daardoor gaan dingen gewoon langzamer dan je uiteindelijk denkt. Van Kampen is al enige tijd op zoek naar een nieuwe opslaglocatie, maar nog zonder resultaat. Verschrikkelijk. De zoektocht gaat verschrikkelijk. Ik kan niks vinden. Ik heb echt iedereen die ik ken gebeld, gedaan, gemaild, geappt, weet ik wat allemaal. Dus als er iemand is die zegt, nou, bij mijn achtertuin kan het wel. Of ik heb nog een plek over in een loods of buiten, het maakt allemaal niet uit. Heel graag met mij contacten en dan gaan we die rails ophalen. De provincie Gelderland heeft Beuningen laten weten dat preventief toezicht dreigt voor de gemeente. Beuningen heeft de begroting voor de komende jaren positief kunnen presenteren door incidentele maatregelen te nemen. De provincie neemt hier echter geen genoegen mee en wil structurele aanpassingen zien om de begroting ook in de toekomst rond te krijgen. De begroting voldoet op dit moment niet aan de wettelijke eisen volgens de provincie. Daardoor komt Beuningen in aanmerking voor preventief toezicht. Dat betekent dat de gemeenteraad vooraf goedkeuring moet krijgen van de provincie voor elk voorstel dat financiële consequenties heeft. De Beuningse gemeenteraad reageert verontwaardigd op de manier waarop dit bericht is gedeeld. Een 24-jarige man uit Nijmegen moet 2 jaar de cel in omdat hij begin dit jaar een politieagent zwaar mishandelde. De agent sprong tussen een ruzie die de man had met zijn vriendin. Die actie moest hij bekopen met een hersenkneuzing, een gebroken jukbeen en een wond boven zijn oog. Het is de vraag of de agent ooit weer fatsoenlijk aan het werk kan. Het was niet voor het eerst dat de man zich schuldig maakte aan zulk geweld. In het verleden werd hij al eerder veroordeeld. Deskundigen zeggen dat de man een persoonlijkheidsstoornis heeft en een stoornis in alcoholgebruik. Hij wordt na zo'n 2 jaar celstraf opgenomen voor een behandeling. Voor vaste klanten van de voedselbank in Nijmegen is een gratis supermarkt geopend. Hier kunnen mensen gratis hun boodschappen doen in plaats van een pakket ophalen bij de voedselbank. Dit concept is nieuw, maar veelbelovend volgens de voedselbank. Gewoon een rondje lopen in de supermarkt, waar je zelf kan kiezen wat je mee naar huis neemt. Voor de meeste mensen is dit heel normaal, maar klanten van de voedselbank hebben deze keuze vaak niet. In Dukenburg kunnen klanten van de voedselbank nu naar een gratis supermarkt. Zodat ze kunnen winkelen, net zoals ze in een supermarkt doen. Dus ze kiezen alleen de dingen die ze zelf willen. Wordt minder verspild op die manier. En het is ook goed voor hun gevoel van eigenwaarde. Op basis van het aantal mensen in het huishouden kunnen de klanten nu een bepaald aantal producten meenemen uit de nieuwe winkel. En dan krijgen ze van ons een boodschappenkaart aangeboden met het huishouden waar het ze hebben. In de supermarkt zie je alle vakken zijn gekleurd. Dus de groente, dat is groente en fruit is groen. De kruidenierswaren zijn de blauwe vakken. En dan staat er aangegeven per huishouden hoeveel ze per vak mogen meenemen. Winkelen in een supermarkt geeft de klanten weer de keuze wat er thuis op tafel komt te staan. Mensen komen al vanuit een moeilijke situatie bij ons. Voordat je in aanmerking komt voor een pakket van de voedselbank, dan moet het echt iets goed fout zijn in je leven. En dan moet je die drempel over en dan kom je ergens en dan krijg je iets aangereikt. En dat voelt niet altijd even lekker. We hebben gemerkt, en dat is ook een ervaring in de landen, dat mensen het heel op prijs stellen als ze dan toch weer zelf keuzes mogen maken en niet moeten nemen wat ze krijgen aangeboden. De gratis supermarkt moet de drempel verlagen voor mensen om gebruik te maken van de voedselbank. Om allerlei redenen. Dat kan te maken hebben met schaamte, dat kan te maken hebben met onbekendheid en allerlei redenen waarom mensen niet komen. En waarvan wij denken, we moeten ze in elk geval zover krijgen dat ze de afweging kunnen maken, zodat ze de weg weten en dat ze weten dat ze, als ze dat willen, welkom zijn. Dat proberen we ook met deze winkel te bereiken. De toegang is in zo'n winkelcentrum als dit wat makkelijker, wat anoniemer. Waardoor die drempel niet zo hoog is. Mensen kunnen ook naar binnen zonder dat ze door het winkelcentrum zelf moeten. Ze kunnen van buiten rechtstreeks hier komen. Dus hopelijk komen dan ook die mensen die dat als ze maar niet willen of durven alsnog binnen. We zitten in een periode met rustig najaarsweer. De dagen verlopen droog en er staat maar weinig wind. Morgen krijgen we te maken met een vergelijkbaar weerbeeld als vandaag. Neerslag staat niet op het programma en het zijn opnieuw wolkenvelden die het weerbeeld bepalen.
De dag begint op een uitgebreide schaal met mist en ook in de middag zien we de zon niet door de laaghangende bewolking. Bij weinig wind komen de maxima uit rond de 9 graden. Ondanks het rustige najaarsweer gaan we de zon ook de komende dagen niet of nauwelijks zien. Pas vanaf vrijdag schijnt de zon weer wat vaker. De temperatuur stijgt dagelijks naar 10 tot 12 graden. Ook na het weekend zien we vooralsnog geen grote wijzigingen in het weerbeeld. Dit was het RN7 Regio Nieuws van woensdag 6 november. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je een nieuwe aflevering van Nu in de Bios. We zijn er morgen weer, dus graag tot dan.